Ja, het is vandaag weer zover. De Rode Duivels moeten vanavond weer voetballen tegen Zwitserland. En we gaan dus nu een soort van experiment doen wie deze wedstrijd zal winnen. In FIFA is het nu vriendschappelijk, maar in het echt is het voor de Nations League. Hier even alle opstelling. Het zijn wel leuke animaties, moet ik toegeven. Zwitserland zijn nog best wel gevaarlijke tegenstander. Ik weet nog de vorige keer toen we tegen Zwitserland speelden. En toen was het wel best wel dramatisch. België mag beginnen. Zijn kaart. We gaan even zien wat de scheidsrechter doet. Nou, zo te zien geen kaart. We zien wat de fout was. Dit kan wel een nadeel zijn van de Belgen. Zwitserland krijgt hier een vrije trap. Oh ja, het is opnieuw gedaan. Ah, dat scheelde niet veel. Tenminste, van dat perspectief lijkt het niet veel. En als je het weer van een ander perspectief bekijkt, scheelt het wel heel veel. Nog een kans voor de Belgen. Dat is jammer. Ja, ik ben niet echt neutraal, want ik hoop natuurlijk dat de Belgen winnen. Hazard past hem naar de handen Hazard en de bal is nog steeds voor de Rode Duivels nu. Nu zijn ze wel gevaarlijk. Nu scoren! Ja, dat doen ze. Hazard. Het is Eden Hazard. Met zijn eerste van de avond. En alweer De Bruyne met assist. Hazard. Gaat hij hem voor zelf kans maken of gaat hij nog passen? Nee, gaat hij zelf schieten. Zwitserland heeft al wel kansen gecreëerd, maar nog niet echt heel erg gevaarlijke. Misschien nu. Ik hoop dat dit ook een goede weerspiegeling is van de echte wedstrijd, want hierin doen de Belgen ook best goed. Kon de 2-0 worden en zo gaan we rusten. Of we gaan nog even door. Met misschien nog een goal. Nee, nu gaan we dan rusten. Wauw, de Belgen hebben wel veel balbezit. 65% is best veel. Oh, Zwitserland, ja, ik dacht, dit wordt 1-1, maar doen niet echt iets met hun kans. Ik krijg niet eens een herhaling te zien. Lukaku, geen buitenspel. En Hazard weer. En weer een save van de keeper van Zwitserland. Hoe noemt de keeper ook alweer? Ik weet het even niet meer. Zwitserland is wel beter in deze helft. Ze scoort hier nog zelfs bijna. Mertens. Ja, nu hebben de Belgen meer zekerheid van overwinning. Die nou nu toch wel veilig kan zeggen dat de Belgen hier winnen, ook al scoort Zwitserland uit deze situatie. De wedstrijd is bijna afgelopen. Geen clean sheet voor Courtois. De laatste minuut scoort Zwitserland nog. Maar ja, die is veel te laat voor Zwitserland in de wedstrijd. En zo gaan de Belgen winnen. Dit was het dan. 2-1 voor de Rode Duivels. Bedankt voor het kijken naar de video. Ja, hoop ik... vond je deze video wat leuk en dan zie ik weer terug bij een volgende video maar weer, dus doei doei.